Mijn Friese Hart livestreamkijkers gaat hier best een beetje sneller slaan. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar het Pasveerkorps is begonnen ter begeleiding van een gymnastiekvereniging. Ja, en nu uitgegroeid tot een van werelds succesvolste korpsen. Het Pasveerkorps is uniek in zijn soort. En naast innoveren staat behoud van traditie ook zeker hoog in het vaandel. En rondom deze marsparade bleef het in de pers wel heel erg stil. En weten we eigenlijk niet precies wat ze gaan doen. Heb jij iets kunnen vinden, Robbie, over het Pasveerkorps? Nou ja, het Pasveerkorps is natuurlijk de vice wereldkampioen in deze klasse van 4 jaar geleden. Hebben het geweldig gedaan. Altijd een prestigieus onderdeel ook. Morgen komen er nog 2 toppers in deze divisie. Dus ik weet zeker dat ze op scherp staan in de divisie die momenteel geleid wordt door de Bicycle Band Crescendo. Met een geweldige score van 90,13. Dat zal hun uitgangspunt zijn om te proberen om daar overheen te gaan. Ik ben zeer benieuwd. We gaan het meemaken. Geniet van het Pasveerkorps uit Leeuwarden. Marching Parade World Division. Beste dames en heren, ze zijn er weer, de jongens en meisjes van Pasveer. Uit Leeuwarden in Nederland, Friesland, is dit voor u onder de leiding van Raymond Torenbeek, het Pasveerkorps. De marsparade is getiteld The Challenge en het laat alle aspecten zien, dames en heren, waardoor het Pasveerkorps zo gewaardeerd wordt. Alles passeert de revue, uitbundig, snel, ingetogen en beheerst, zoals we dat allemaal zo goed kennen hier in Kerkrade op deze WMC grasmat. Dames en heren, graag uw aandacht voor het Pasveerkorps Leeuwarden, Nederland met de challenge. Please start your performance. Thank you.
Een zeer enthousiast publiek voor de vieze wereldkampioen uit de World Marsparade. 4 jaar geleden werden ze nog tweede met een half puntje verschil. En gaat het dit jaar voldoende zijn om die wereldtitel wel mee naar huis te nemen? We zullen het zien. Het was in ieder geval een zeer gevarieerd optreden. Ze lieten een optreden zien waarbij veel snelheid zat, met name in het begin van het programma. Die snelheid lieten ze ook in verschillende marching technieken zien. Veel show-elementen, rotaties, tempowisselingen die zeker goed aansloegen bij het publiek.